Hello, everybody. My name is Vincent Birkes. I'm lead pastor from New Testament Church Global. I'm in our church in IJsselstein in the Netherlands right now. The next video you're about to watch is a message from our main campus, and I hope that you would be encouraged, uplifted, and that God would speak to your heart and that you would receive what you have been asking or looking for. You might be asking God for direction, looking for answers, and I believe today's message, you're going to find them. I hope that you're encouraged. God bless you. Little informal meetings like this. En ik hou van kleine informele bijeenkomsten als deze. I love it. Ik hou ervan. That's great. Because in Pentecost. Want met Pinksteren. It's God chooses to fall on little amount of people. Dan kiest God ervoor om met zijn geest te vallen op een klein aantal mensen. But then 3000 get saved. Maar vervolgens worden er 3000 gered. In modern time people think, oh, when you have big church, when you have 20,000 people, the Spirit's going to fall on us. En vandaag de dag denken mensen misschien wel, als je een grote kerk hebt van 20.000 mensen, als je daar bent, dan valt de geest op ons. It's about the impact of the individual. Maar het gaat om de impact die God wil maken door een individu. It's about your heart. En het gaat om je hart. Ja, yeah? It's what your heart. I said we need to fast for today. And jouw hart. Ik heb gezegd, laten we vasten voor vandaag. And you know, some people really fasted. En sommige mensen hebben echt gevast. 2-3 days already. 2-3 dagen al. And that's special. It shows you preparing. En dat is speciaal, want het laat zien dat je ergens op voorbereidt. And that you actually hoping to receive something. En dat je ook hoopt dat je iets zult ontvangen. Songs are inspired through and by the word of God. Songs? Songs, yes. Liederen songs. Worden geïnspireerd door het woord van God. But the word of God still stays the main truth. Maar het woord van God blijft de hoofdzakelijke waarheid. The blijft song de cannot waarheid. Replace the truth of God. Een lied kan niet de waarheid van God vervangen. You know, sometimes people they can sing the songs. Soms kunnen mensen de liedjes wel zingen. But they don't know the truth of it. Maar ze kennen niet de waarheid ervan. And that's something in church. It's easy. People come and they sing because it's a nice melody and the words are on the screen. En dat is iets wat makkelijk kan gebeuren in kerken als mensen liedjes meezingen omdat ze de woorden op het scherm kunnen zien. But not even our interpretation of God's word can change the truth of God's word. Maar zelfs onze eigen interpretatie van het woord van God kan de waarheid ervan veranderen. Obedience. Gehoorzaamheid. To God's word. Aan Gods woord. Is the birthright. Of a Christian. Dat is het geboorterecht van een christen. Who has received the Holy Spirit. Die de Heilige Geest heeft ontvangen. Our last song we have just sang, Holy Spirit, you are welcome here. In het laatste lied zongen we Heilige Geest, u bent welkom hier. Is he welcome? Is hij welkom? Do you know him? Ken je hem? He's God. Hij is God. Have you sing that song? Heb je dat lied gezongen? Do you believe it? Geloof je het? Is he welcome? Is hij daadwerkelijk welkom? Yeah, we can't just sing songs in. Want we kunnen niet zomaar een lied zingen. You can do that on the radio. Dat kan je wel als je met de radio meezingt. We worship and we sing to God because we know him and he knows us. Maar we aanbidden en we zingen tot God omdat we hem kennen en hij kent ons. We trust God. We vertrouwen God. Not only in the words of the song. Niet alleen in de woorden van het lied. But we know and we believe what we're singing because we believe and we know God's word. Maar we weten en we geloven wat we zingen omdat we zijn woord kennen. Yeah. We're not just singing. We zingen niet zomaar. And I think I'm worshiping God. En dan denk ik dat ik daarmee God aanbid. No. Nee. That's not how it works. Zo werkt het niet. I need to believe. Ik moet geloven. What I'm singing. Wat ik zing. To be praising God. Om daarmee God te willen prijzen. Amen. Amen. That makes sense. Dat is logisch. I need to believe God's word. Ik moet Gods woord geloven. Before I can praise and I can worship him. Voordat ik hem kan prijzen en hem kan aanbidden. God is not just impressed by singing. God is niet zozeer onder de indruk van ons zingen. In the Old Testament. In het Oude Testament. God would the worshippers, the praise and worship people, they would be sent out in battle to go do battle. Without sword. In het Oude Testament zie je dat de aanbidders die werden vooruitgestuurd in de strijd. And their zonder sound, zwaarden. Their sound of praise. En hun geluid van lofprijs. The enemy's camp, they will be hearing that.
Dan hoorde de het vijandelijke kamp, die hoorde dat. And they will run. They will start getting confused. A spirit of confusion would come into them. En dan lees je dat ze verward raakten. Ze ontvingen een geest van verwarring en ze gingen vluchten. Ze vluchten. Sometimes they even kill each other. Soms gingen ze zelfs met elkaar de strijd aan, doden ze elkaar. Do you think? Denk je? They said to some people, "Hey, we're going to put a song on with some lyrics, with a nice tune. Go, walk there. There's a lot of people that want to kill you, by the way." Denk je dat ze toen in die tijd gezegd zouden hebben, weet je wat, hier heb je een mooi album mee met aanbiddingsliederen. Ga dit maar spelen daar en dan sturen we je dat vijandelijke kamp in. It's got a million hits on YouTube. Het heeft wel een miljoen hits op YouTube. By the way, all those Philistines that want to kill you, will you go and sing that song? Oh ja, en trouwens, al die Filistijnen zijn erop uit om jou te vermoorden, maar wil je daarheen gaan om dit liedje te zingen? Like, okay, it got 300 million hits, that must mean something. Okay, nou ja, als het 300 miljoen, wat was je, 3 miljoen hits heeft, the point dan is het the point moeite I'm making, maar wat ik daarmee wil zeggen, those people who were worshiping and praising God, die mensen die God aanbaden en de Heere prezen, I think they knew what they were praising. Ik denk dat zij wist wie ze aanbaden. Yeah, otherwise you're not going to walk into battle. Want anders ga je echt niet zomaar die strijd in. With a song. Met zo'n liedje. And a tambourine. En een tamboerijn. And there's guys like Goliath in that camp with brass en spears and. Gast als Goliath in zo'n kamp met grote speren. So when we worship God in spirit and truth. Maar wanneer we God aanbidden in geest en in waarheid. We will be in the front line of battle. Dan zijn we in de voorlinie van de strijd. And you need to know. When you worship God like that, you're going to be the first one to hit the battle scene. En je moet ook weten dat als je God op die manier aanbidt, dan ben je de eerste om die strijd bij die strijd aan te komen. We do it not with sword, not with spear, but we do it in worship, knowing who we are worshiping. Maar wij strijden niet met een zwaard, niet met een speer, maar wij strijden in aanbidding, omdat we Hem kennen die we aanbidden. So worship and praise is a declaration from me towards who God is. Dus aanbidding en lofprijs, dat is iets waarmee ik verklaar wie God is. It's not just a song I'm coming to sing. Het is niet alleen een liedje wat ik kom om te zingen. It's actually inspired by the word of God. Maar het wordt daadwerkelijk geïnspireerd door het woord van God. So worship and praise that can go into the enemy's camp and destroy it. Dus aanbidding en lofprijs kan in het vijandelijke kamp belanden en dat vernietigen. That can come only through the Holy Spirit. Maar dat gebeurt alleen maar door de Heilige Geest. And then your worship. En dan is het zo dat je aanbidding. You worship out of revelation and out of experience. Dat je aanbidt vanuit openbaring en vanuit je ervaring. Out of humble worship. Uit nederige aanbidding. God, I give over to you. Heer, ik geef me over aan u. And you know you can walk into the enemy's camp anytime. En je weet dat je op die manier op elk moment het vijandelijke kamp binnen kan gaan. Because I know as I'm praising, the Spirit of God is going ahead of me. Want ik weet dat als ik hem lofprijs, dat de geest van God mij vooruit gaat. Music is a great tool in the world. You put on a nice song, people start moving. En muziek is iets geweldigs, ook in de wereld. Als je een leuk liedje opzet, dan beginnen mensen te bewegen. And people like to dance, people like to move. En mensen houden ervan om te dansen en te bewegen. But in church, maar in de kerk, we actually worshiping and we are declaring. Is het zo dat we daadwerkelijk aanbidden en verklaren? Ja, we're singing things that are a real truth to us. We zingen dingen die echt de waarheid zijn voor ons. How can I sing to God, Holy Spirit, come when I've had enough of the Holy Spirit? Hoe kan ik naar God toe zingen, kom Heilige Geest, als ik genoeg heb van de Heilige Geest? Hoe kan ik het doen? You need to ask yourself these questions, right? Je moet jezelf die vragen afvragen. Yeah. Thank God for His grace and His love. Maar dank de Heer voor zijn genade en zijn liefde. That he loves you so much. Dat hij zoveel van je houdt. That he's real patient with you. Dat hij zo geduldig is met je. Like what Huip said this morning. Net zoals Huip ook zei vanochtend. That's confirmation. Dat is bevestiging. So, just to bring us back to worship. En om terug te komen bij aanbidding. It's more than just singing a song. Dat is dus meer dan het zingen van een lied. You need to understand when you start worshiping. En je moet begrijpen dat als je begint met aanbidden. You're a Christian.
en je bent christen, you are on the battlefield. Dan bevind je je op het strijdveld. You can't choose whether you want to be on the battlefield or not. Je kunt niet kiezen of je op het strijdveld wil zijn of niet. You're a Christian. Want je bent christen. You have an enemy. Je hebt een vijand. He's the devil. Dat is de duivel. And Peter says he walk around like a roaring lion to devour you. En Peter zegt hij gaat rond als een briesende leeuw om je te verscheuren. Let me tell you something. Laat me iets vertellen. When you start worshiping, als je begint te aanbidden, the enemy is there. Dan hoort de vijand dat. You better know, you know who you're worshiping. En dan kun je maar beter weten wie je aanbidt. Because you're stepping into battle. Want je stapt die strijd binnen. You're proclaiming Jesus. En je proclameert Jezus. The Son of God. De Zoon van God. You're proclaiming Holy Spirit. Je proclameert de Heilige Geest. You know the devil hates that. Weet je niet dat de duivel dat haat? Yeah, you better know what you're singing. Dus je kan maar beter weten wat je zingt. John 7. En Johannes 7. Jesus said, daar zegt Jezus. I'll read it and maybe you can read it out. My voice, I want to save it a bit. Nick, you can read the English. Ik moet mijn stem een beetje sparen. If you can read the Dutch, please. Till 7:33-43. Oké. Okay. Yeah. Jezus zei dan tegen hen, nog een korte tijd ben ik bij u en dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. U zult mij zoeken, maar niet vinden en waar ik ben, kunt u niet komen. De Joden dan zeiden tegen elkaar, waar zal hij naartoe gaan dat wij hem niet zullen vinden? Hij zal toch niet naar de Grieken in de verstrooiing gaan en de Grieken onderwijzen? Wat is dit voor een woord dat hij gezegd heeft? U zult mij zoeken, maar niet vinden en waar ik ben, kunt u niet komen. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Is mooi, I think. Mooi. No, there's more. Oh, there's more. Mooi. Is ook mooi. Mooi en there's more. Amen. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige wait, Geest... Can you read that again? En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden, hij is werkelijk de profeet. Anderen zeiden, hij is de Christus. En weer anderen zeiden, de Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. You know, we can take so much from this. En we kunnen hier zoveel uithalen. When Jesus comes, als Jezus komt, there's a division about him. Dan is er ook oneenigheid om hem. That's just how it is. Dat is gewoon hoe het is. But here's the truth. Maar dit is de waarheid. That Jesus came. Jezus kwam. And then he says, look, this is the reason I came for. He shouts with a loud voice and he says, let anyone who is thirsty come to me and drink. En dan zegt hij wat de reden is dat hij gekomen is. En hij roept met luide stem, laat een ieder die dorstig is naar mij komen en drinken. And then Jesus, he says something. He says, whoever believes in me. En dan zegt Jezus, wie in mij gelooft. And the first thing people want to say is, yeah, my sins are forgiven. Het eerste wat mensen willen zeggen, oké, mijn zonden zijn vergeven. We know our sins are forgiven. We weten dat onze zonden zijn vergeven. And why is Jesus saying this? Maar waarom zegt Jezus dan dit? Why does he shout out in public? Why doesn't he shout, oh, your sins are forgiven? Waarom roept hij dit publiekelijk uit? Waarom zegt hij niet hardop, jullie zonden zijn vergeven? Why is he saying, let anyone who is thirsty come to me and drink? Waarom zegt hij, laat ieder die dorstig is naar mij komen om te drinken? Whoever believes in me, en wie in mij gelooft, as the scripture has said, zoals de schriften zeiden, zoals rivers of living water will flow from within them. Rivieren van levend water zullen uit hun binnenste stromen. By this he meant the spirit. En daarmee bedoelde hij de geest. Whom those who believed in him were later to receive. Want degenen die in hem geloofden, zouden die later ontvangen. Jesus is constantly preparing us for whom? Jezus bereidt ons steeds weer opnieuw voor op wie? On the Holy Spirit. De Heilige Geest. He says my blood. Hij zegt mijn bloed. It's going to wash you clean. Dat zal je schoonwassen. It's going to take your sin away. En dat zal je zonde weghalen. And if you believe that. En als je dat gelooft. Then the rivers of living water is going to flow through. Dan zullen er rivieren van levend water uit je binnenste stromen. It then means you'll receive the Holy Spirit. Dus dat betekent je zult de Heilige Geest ontvangen. And I did a teaching on this. Remember, Jesus shouted this
as soon as they would do a liquid drink offering. En ik heb dit onderwijs gegeven dat Jezus dit riep zodra dat vloeibare offer werd gegeven. Who remembers that teaching? Wie kan zich dat nog herinneren? Oh dear Lord. Oh lief hemel. Maybe church should be once a year and then we'll. Misschien kunnen we één keer per jaar kerk hebben. We remember the message. No? Okay, we'll redo some messages. It was about Jesus revealing that he's the Messiah. Het ging erover dat Jezus bekend maakte dat hij de Messias is. Anyway, that's a different teaching. Maar dat is een ander stukje onderwijs. John 14, 12 to 23. Johannes 14, vers 12 tot 23. Yeah, you can read in Dutch, please. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijk zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem. Want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem, Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. If you love me, keep my commands. Als je mij lief hebt, houd dan mijn geboden. And I'll ask the Father and he will give you another advocate. En ik zal het de Vader vragen en hij zal u een andere advocaat sturen, een trooster. To help you and be with you. How long? Om je te helpen en bij je te zijn voor hoe lang? Do we? Forever. Voor eeuwig. Look at this. When Jesus says, bless me against the Holy Spirit cannot be forgiven. Let me explain this. En als Jezus het erover heeft dat bless me. Laster tegen de Heilige Geest niet vergeven kan worden. Jesus came to forgive sins. Wat zegt hij daar dan mee? Want Jezus kwam om zonden te vergeven. He came to forgive our sins. Hij kwam om onze zonden te vergeven. We need to believe that. En dat moeten we geloven. And when we believe that, en als we dat geloven, then Jesus will ask the Father, dan zal Jezus de Vader vragen. And he will give us the advocate. He will give us his signature, the Holy Spirit. En hij zal ons die troosten geven. Hij zal ons die zegel of die handtekening als het ware van de Heilige Geest geven. Do we see who's making the Holy Spirit big? En zien we wie hier de Heilige Geest groot maakt? Or who's putting the importance of the Holy Spirit in? En wie het belang van de Heilige Geest hier benadrukt? I just love this. Ik hou hier zo I van. Love this. Ik hou hier van. If you love me. Als je van me houdt. God's not saying you better keep my commands. God zegt niet je kunt maar beter mijn geboden naleven. He's saying if you love me. Hij zegt als je me lief hebt. If you love me. Als je me lief hebt. Keep my commands. Houd dan mijn geboden. And then. En dan? I will ask the Father and he will give you another advocate. Dan zal ik de Vader vragen en hij zal u een andere advocaat sturen. The Spirit of Truth. De Geest van de waarheid. The world cannot accept him. De wereld kan hem niet aannemen. Because it neither sees him or knows him. Want hij ziet hem niet en kent hem niet. So this is the Spirit of Truth. Dus dit is de Geest van de waarheid. This is important to know. En het is zo belangrijk Holy Spirit, om te weten dat als I'll ik de Heilige Geest speaking heb, truth. Als ik de Heilige Geest heb, dan spreek ik waarheid. That is just part of what the Holy Spirit is doing inside of you. Dat is gewoon deel van wat de Heilige Geest binnen in jou doet. He's the Spirit of Truth. Want hij is de Geest van de waarheid. Oh man. The world cannot accept him. En de wereld kan hem niet aannemen. But here comes my favorite verse ever. En hier komt mijn meest geliefde vers. I will not leave you as orphans. I will come to you. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Isn't it beautiful? Is dat niet mooi? And that's where the term orphan spirit comes from. En daar komt ook die term vandaan, de weesgeest of de geest van de weeszijn. So we're not talking about a person who literally has no daddy or mommy. En je hebt het dan niet over een persoon die letterlijk geen vader of moeder heeft.
You are talking about someone who doesn't have the Holy Spirit. Maar dan heb je het over iemand die de Heilige Geest niet heeft. And in return they have no heavenly father. En daarom hebben ze ook geen hemelse vader. So that's an orphan spirit. En dat is een geest van wees zijn. They don't belong to God. Ze behoren God niet toe. Because they have not received the promise, the Holy Spirit. Want ze hebben die belofte nog niet ontvangen, de Heilige Geest. And that's why we say, when I believe in Jesus. En daarom zeggen we ook, als ik geloof in Jezus. In the blood of Jesus. In het bloed van Jezus. And I receive, I get baptized in the Holy Spirit. En ik ontvang en ik word gedoopt in de Heilige Geest. Then that orphan spirit is gone. I become a son or a daughter of the living God. Dan is die geest van het wees zijn weg. Dan word ik een zoon of een dochter van God. I'm not wondering, am I a son of God? En ik hoef me dan niet af te vragen, ben ik een zoon van God? I'm not trying to find my way all the time. Ik probeer niet de hele tijd mijn weg te vinden. Is God now angry with me all the time? Is God nou de hele tijd boos op me? Can I approach him? Kan ik hem benaderen? Can I talk to him? Kan ik met hem praten? You know, we need the Holy Spirit. We hebben de Heilige Geest nodig. We need the Holy Spirit. We hebben de Heilige Geest nodig. He's our guidance. Hij is onze leidsman. He's God in us. Hij is God in ons. Because Jesus says, then I will be in you, you will be in me, and he will be in you, we'll be in each other. Want Jezus zegt, ik zal in u zijn en hij is in mij en wij zullen elkaar zijn. Zoiets. He says, on that day. Hij zegt op die dag. So after I will not leave you as orphans. Dus nadat ik zal u niet als wezen achterlaten. In verse 20, that's 18. In verse 20 he says, on that day you will realize that I am in my father. Er staat er in vers 20, op die dag zult u inzien dat ik in mijn vader ben. And you are in me and I am in you. En u in mij en ik in u. Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. This brings such a desire in me. Huh? Dat brengt zo'n verlangen in mij op. And in John 16, 18 to 33. En Johannes 16, vers 18 tot 33. 28 tot 33. Look, every verse I'm using, all the scripture I'm using is about Jesus saying he needs to leave. En al die Bijbelgedeelten die ik gebruik, dat gaat over dat Jezus zegt dat hij moet vertrekken. Jesus is telling us why he's leaving in all these scriptures. So pay attention. That's in al deze versen probeert Jezus ons uit te leggen waarom hij moest gaan. Okay, we need to know, Jesus, why you don't stay on earth. We moeten weten, Heer Jezus, waarom bleef u niet op aarde? Okay, so the whole time Jesus is telling us why he's going. En steeds legt Jezus uit waarom hij moet gaan. Okay, verse 28. Vers 28. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader. Zijn discipelen zeiden tegen hem, zie, nu spreekt u openlijk en gebruikt u geen beeldspraak. Nu weten wij dat u alles weet en dat het voor u niet nodig is dat iemand u vragen stelt. Hierom geloven wij dat u van God uitgegaan bent. Jezus antwoordde hun, gelooft u nu? Zie, de tijd komt en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne en u mij alleen zult laten. En toch, ik ben niet alleen, omdat de Vader bij mij is. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u mij in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Can you read that again? Verse 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Okay. Where will we have peace? Waar zullen we vrede hebben? In Jesus. In Jezus. Where will we have persecution and problems? Waar zullen we verdrukking en problemen vinden? Where? Waar? Okay. So, in de wereld. So we can't have a theology that says as a Christian everyone has to be huppity puppy love me. It's not true. Dus we kunnen geen theologie erop nahouden dat als we Christen zijn dat iedereen mij dan maar heel vrolijk moet lief hebben, want zo is het gewoon niet. Then you're going to compromise on the message of the cross. Dan zul je een compromis sluiten op de boodschap van het kruis. The cross and the Holy Spirit is offensive to the world.
Want het kruis en de Heilige Geest zijn aanstootgevend voor de wereld. The cross tells the world you need to be forgiven of your sin. Want het kruis zegt tegen de wereld je moet vergeven worden van je zonde. So it's telling them you have sin, you need to be forgiven, you need to come to God. En het vertelt ze je hebt zonde, je moet vergeven worden, je moet naar God toe komen. That's offensive to them. En dat is aanstootgevend. That's hate speech to them. Dat is een soort van haatspraak voor the de wereld. Holy Spirit. De Heilige Geest convicts the world of overtuigt de wereld van zonde. Do you know why they hate the Holy Spirit? Weet je waarom men de Heilige Geest haat? Why people have had enough of the Holy Spirit? Waarom mensen genoeg krijgen van de Heilige Geest? Because he's the one who convicts of the sin. Omdat hij degene is die overtuigt van zonde. And in the cross he's there to say, Jesus loves you, I'll forgive your sin. En dan is het kruis daar om te zeggen, Jezus houdt van je en hij vergeeft je zonde. So you'll have trouble in the world. Dus je hebt verdrukking in de wereld. Because if someone gets conscious of the fact that he has sin that needs to be forgiven, that's offensive to him. Want als iemand zich ervan bewust wordt dat ze zonde hebben en dat die vergeven moet worden, dan is dat aanstootgevend. And when the Holy Spirit convicts them of their sin, maar als de Heilige Geest ze overtuigt van hun zonde, that's offensive to them. Dan is dat ook aanstootgevend. Well, guess what? Maar raad eens. You're the person standing in front of them. Jij bent de persoon die voor ze staat. Monique was preaching, we were in Amsterdam. She preached the gospel to a guy on a bicycle. His head was reddish, but his face was like lava. I thought it's going to explode. Monique die predikte het goede nieuws aan iemand die op een fiets zat. En zijn hoofd was al enigszins rood, maar het werd zo vurig rood als lava. Ik dacht, hij gaat ontploffen. I thought there was an earthquake only under his bicycle. Ik dacht, er vindt misschien een aardbeving plaats, maar alleen maar onder zijn fiets, nergens anders. You know WWE? WWE. When these guys, they start, who knows WWE? Hulk Hogan, Bret Hart, Bret the Hitman Hart, Undertaker, these guys. You know when Shawn Michaels, when they start getting ready, it's like, this okay, guy looked like that. Dit gaat over worstelen, dat kan ik niet zo goed vertalen helaas. But the point is, maar het gaat the Holy Spirit, de Heilige Geest, starts confronting the person of sin. Begint die persoon te confronteren met zonde. Then Jesus tells us in the Word. En dan zegt Jezus in het Woord. He says, don't worry. Hij zegt, maak je niet druk. He doesn't hate you. Hij haat jou niet. He doesn't know you. Hij kent jou niet. If you just walk past him, he'll say hello. Als je hem voorbij loopt, dan zegt hij gewoon hallo. But because maar omdat you've brought the cross to him, je het kruis bij hem hebt gebracht. And my spirit is confirming that to him, en mijn geest dat aan hem bevestigt. He's hating me and therefore he's now hating you. Haat hij mij en daarom ook jou. You see? Zie je? Jesus says, in me you will have peace. Jezus zegt, in mij zul je vrede hebben. But in the world you'll have problems. Maar in de wereld verdrukking. So it's important as a Christian. Dus het is belangrijk als christen. To stay in Jesus. Dat we in Jezus blijven. When Jesus appeared after he rose from the dead, he would say every time he's coming, he says, peace be to you. Toen Jezus zich liet zien, toen hij opgestaan was uit de dood, elke keer zei hij, mijn vrede laat ik u. I love this verse 17. En ik hou van dit vers 17. What should be there now after this? After 33. What is coming after this? Wat komt er na vers 33? Yes. Yes. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. So that's important. Jesus raises from the dead and he's preparing them for his going to the Father. Go tell them that. Dus dat is nog steeds belangrijk. Jezus stond op uit de dood en hij bereidt ze voor. Ik ga naar de Vader en vertel ze dat. Jesus prepares the disciples for the cross. Jezus bereidt de discipelen voor op het kruis. And his resurrection. En zijn opstanding. Then Jesus prepares them for his ascension. En dan bereidt hij ze voor op zijn hemelvaart. And he prepares them for the baptism in the Holy Spirit. En hij bereidt ze voor op de doop in de Heilige Geest. The whole time Jesus is preparing us for something. De hele tijd bereidt Jezus ons ergens op voor. And the ultimate blessing and answer to his preparation is our celebration of Pentecost. En de ultieme zegen en het antwoord op die voorbereiding is het Pinksterfeest. The next thing we expecting from God is when he comes back.
Want het volgende wat we van God kunnen verwachten is zijn terugkomst, zijn wederkomst. We are now in the era of Holy Spirit. We zijn nu in het tijdsperk van de Heilige Geest. Which points to Jesus, of course. Die natuurlijk wijst naar Jezus. And Jesus who points to the Father. En Jezus wijst naar de Vader. And those three are one. En die drie zijn één. Now verse 19. Nou vers 19. On the evening. Toen het nu avond was op de eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Do we get that? Kunnen we dat pakken? We see what Jesus is doing. Zien we wat Jezus hier doet? What is he doing? Wat doet hij dan? He's giving them the Holy Spirit. Hij geeft ze de Heilige Geest. Please tell me what teaching there is we can do different apart from the Holy Spirit. Zeg maar alsjeblieft welk onderwijs we kunnen doen los van de Heilige Geest. If this was important enough for Jesus to die on the cross. Als dit belangrijk genoeg was voor Jezus om te sterven aan het or kruis. Or important enough for Jesus to go up back to the Father. Of belangrijk genoeg voor Jezus om terug te gaan naar de Vader. What we can preach. Wat kunnen we dan prediken? Peace be to you. Vrede zij u. This is awesome. Jesus comes. Jezus komt, het is geweldig. Peace be to you. En hij zegt vrede zij u. And he says in verse 19, peace be to you. And then in verse 21, again Jesus said, peace be with you. En hij zegt dit opnieuw in vers 19, vrede zij u. En opnieuw in vers 21, vrede zij u. As the Father has sent me, I am sending you. Zoals de Vader mij zendt, zend ik u. You know, many times the battle inside to go out and respond to the call of God is we just need to get to know the Holy Spirit a bit better. En weet je, vaak als we zo'n strijd voelen om erop uit te gaan, om de mensen te vertellen van Jezus, dan is het juist de Heilige Geest die we nodig hebben om gehoorzaam te zijn. We need to understand who the Holy Spirit is. We moeten begrijpen wie de Heilige Geest is. And Jesus, he breathes on them like. En Jezus blaast op ze. And they receive the Holy Spirit. En ze ontvangen de Heilige Geest. And that is the starting point. En dat is het beginpunt. Of events to come. Van de gebeurtenissen die daarna plaatsvonden. This is awesome. Dit is zo fantastisch. And after Jesus goes up, we read in Acts where they are in the upper room and the Holy Spirit comes like a rushing wind and tongues of fire. Want na de hemelvaart van Jezus lezen we dat de discipelen gingen bidden in de bovenkamer en we lezen daarvan een geweldige wind en tongen van vuur. Did they say Jesus already breathed on us? I don't need the Holy Spirit again. Zeiden ze toen, oh Jezus heeft al op ons geblazen, ik heb de Heilige Geest niet opnieuw nodig. No, in a matter of fact, they were waiting there. Nee, sterker nog, ze waren daar aan het wachten. And they get baptized with tongues of fire. En ze worden gedoopt met tongen van vuur. Beautiful chaos. Prachtige chaos, schitterende chaos. And they get out and people think they're drunk. En ze gaan naar buiten en mensen denken dat ze dronken zijn. If you want to have nice church. Als je zo'n gewoon leuke kerk wil hebben. I don't know. Strakkere kakkere. It's the Dutch word? Nee, maar we snappen hem. Okay. I see 3,000 people getting saved when 3,000 people thought the disciples were drunk. Ik zag 3,000 mensen die gered werden terwijl de mensen dachten dat de discipelen dronken waren. Have you seen a drunk person? Heb je een dronken persoon wel eens gezien? Laughing at stupid jokes. Lacht om stomme grappen. Shouting. Roept te hard. Talking. Praat. These guys, tongues of fire come. Maar they were probably mannen, shouting in tongues. Not probably, the Bible tells us they were. Er kwamen tongen van vuur over ze heen en de Bijbel zegt dat ze uit dat ze riepen in vreemde out. Talen. There was laughing, there was crying, there was shouting, there was tongues. Ze liepen naar buiten en er was lachen en er was roepen, er werd in tongentaal gesproken. Beautiful chaos.
Schitterende chaos. Spirit of religion. De geest van religie. God is a God of order. Nee, God is God van orde. This is not order. Dit is geen orde. God will not do this. God zou dat nooit doen. Sit down. Ga zitten. Shh. Stil. Be quiet. Wees stil. Don't speak in tongues. Spreek niet in tongen, vreemde talen. Paul writes in the Bible. He says, don't talk in tongues in church. Paulus schrijft in de Bijbel, spreek niet in tongen in de kerk. It's very out of context anyway. En dat is geheel uit buiten context. If you say that. But the als point je het zo is, zegt. The point maar is, het punt is. It was beautiful chaos. Het was toen op dat moment schitterende chaos. Ja. Yeah. They thought they were hammered. Ze dachten dat ze helemaal lam waren. Ja. Ja. I love that part. And then later en in Acts, later in Acts, en later in Handelingen, you see some of the same disciples. Zie je sommige van dezelfde discipelen? And they pray. They say, God, reach down with your hand of healing. En ze baden, Heer, strek uw hand van genezing uit. I preach this a lot. Ik heb hier vaak over gepredikt. And I will keep on preaching it till we get it. En ik zal hierover blijven prediken totdat we het pakken. There's nothing else. Want er is niets anders. I've seen this message heal deaf ears. Mute people, lame people, blind people. It's healed the sick. It's healed malaria. It's all this stuff. Want ik heb you gezien, can tell me to preach what you want. I won't change my message ever. Ik heb gezien hoe deze boodschap blinde ogen openen, dove oren openen. Stomme mensen weer gingen spreken. Dat lammen gingen opstaan. Convince me different. Je kunt mij er niet van overtuigen dat er een andere boodschap is die gehoord I've seen, moet worden. Ik heb gezien. I believe. En ik heb ik geloof. The apostles, the disciples, the third time in a row, right after each other, they say again, God, come down with your hand of healing. En de apostelen, de discipelen zeggen dan kort daarna voor de derde keer, Heer, strek uw hand van genezing uit. And they pray, give us great boldness and signs and wonders to preach the gospel. En ze bidden, geef ons geweldige vrijmoedigheid en wonderen en tekenen om het evangelie te prediken. And the ground started shaking. En toen begon de grond te schudden. Why are they doing that? Waarom doen ze dat? Well, I'll tell you why. Nou, ik zeg je waarom. Because when the breath came, omdat toen die adem kwam, they experienced some Holy Spirit. Hebben ze de Heilige Geest ook ervaren? Oh Jesus! Oh Jezus! When the tongues of fire came, als toen die tongen van vuur kwamen, John the Baptist says, Jesus will come, he will baptize you in the Holy Spirit and fire, and then they received some fire. Johannes de Doper die zei al, er zal iemand komen die je doopt in de Heilige Geest en met vuur. En toen ontvingen ze dat vuur. And they tasted again some of the Spirit and some of fire. En opnieuw konden ze iets proeven van de Heilige Geest en van het vuur. And later they need to go out on, they're going again, they're facing persecution, people want to kill them. En later krijgen ze opnieuw met vervolging te maken, mensen willen ze vermoorden. They want to kill them. Ze willen ze vermoorden. And you know what they say, God, give us boldness. And they get baptized with the Spirit one more time. En weet je wat ze zeggen? Heer, geef ons vrijmoedigheid. En opnieuw worden ze gedoopt in de geest. And they get filled. En ze worden gevuld. Om zich helemaal te geven. They've tasted something. Ze hebben ergens van geproefd. They've experienced it. En ze hebben iets ervaren. And they saw when this baptism comes. En ze zagen als deze doop komt. Oh God, it's beautiful. Oh Heer, dan is het zo mooi. They saw the shadow of Peter. The lame walking. Ze hebben gezien hoe door de schaduw van Petrus lammen gingen opstaan en lopen. Yeah, they saw blind eyes open. En ze zagen hoe blinde ogen open gingen. The deaf, they saw the dead rise. De dove doden die opstonden uit de dood. Beautiful. Zo mooi. The baptism of the Holy Spirit. De doop in de Heilige Geest. Why you ask? Waarom dan, vraag je af? That's why. Daarom. Jesus appears to Thomas. Jezus verschijnt aan Thomas. Verse 24. Vers 24. Oh, I get excited talking about Holy Spirit. En ik I love you, Holy Spirit. Ik word hier zo opgewonden van om over de Heilige Geest te you praten. Ik God, hou I van uw Heilige thank Geest. Jesus, thank you for sending Holy Spirit. U bent Heer en ik dank u. Dank u, Jezus, voor het God, sturen van de Heilige Geest. Adonai, thank you for sending God, Holy Spirit. Adonai, dank u dat u de Heilige Geest stuurde. Now Thomas. En Thomas. Een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. And he says to them,
En hij stond in het midden en hij zei: Peace be with you. Vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem: Mijn Heere en mijn God. Jezus zei tegen hem: Omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Als Christen, we need to have some spiritual skin. Moeten we een beetje een geestelijke dikke huid krijgen. We need to be able to hear when God tells us stop doubting and believe. We moeten het kunnen aanhoren als God ons zegt: hou nou op met twijfelen en ga geloven. The world should not fall apart. Dan moet onze wereld niet ineens storten. What should happen? We should stop doubting and we should believe. Wat zou moeten gebeuren is dat we ophouden om te twijfelen en gaan geloven. Vers 30. I love this, the purpose of this book. Ik hou hier zo van, het doel van dit boek. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet zijn beschreven in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Luke 24:50. En Lukas 24, vers 50 tot 53. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. This is awesome, right? Dat is toch zo mooi? Acts 1:1-11. En dan gaat het door in Handelingen 1, vers 1 tot 11. Guys, we need to use a lot of scripture. I've noticed a lot of people don't actually read Bible when they're home. So en het is goed om heel veel teksten. That's why we have to have all these scriptures, so that you actually know. Look, this is the Bible, okay? En we moeten wel al deze teksten laten zien, want niet iedereen leest de Bijbel thuis. En hiermee kunnen we laten zien, dit staat er in de Bijbel. Het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is. Nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgezonden had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Can I say this in English? Yes. In English it's beautiful. En in het Engels is het ook zo mooi. It's more accurate, I think. I don't know if I heard right. But it says, on one occasion he was eating with them and he gave them this command. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my father promised. Op een gegeven moment, in het Engels, letterlijk, terwijl hij met ze at, gaf hij dit bevel. Verlaat Jeruzalem niet, maar wacht op het geschenk dat mijn vader heeft beloofd. The Holy Spirit is our promise. De Heilige Geest is onze belofte. And for John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. You know, the Holy Spirit was not just for the disciples, it was for Christians. Want Johannes doopte met water, maar in een paar dagen zul je gedoopt worden in de Heilige Geest. En dat is niet alleen voor de discipelen, dat is voor alle christenen. And they gathered around him and asked him, maybe we can continue. En, verse 6. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. I love this. Don't worry about the Holy Spirit. You know, stop listening to end time messages and focus on what? Jesus says, don't worry about the end time. Hij zegt, maak leave je niet druk over de tijden of over de eindtijd, dat je alleen daarmee bezig bent. Laat dat toch. But you will receive what? Maar je zult wat ontvangen? You will receive? So what is Jesus doing? U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Wat doet Jezus hier? They want to talk about something else. Zij willen het over iets anders hebben. They want another teaching. Zij willen een ander onderwijs. Like Jesus. Maar Jezus. Tell us about this. Vertel ons dan over dit. You've told us about the Holy Spirit the last 2 weeks you've been with us. We know now about the Holy Spirit. U heeft ons de laatste 2 weken al over de Heilige Every Geest time. Verteld. Nu weten we dat wel. Steeds You've told weer. Me.
U vertelde you mij. Even blew on us. U heeft zelfs op ons geblazen. Did you forget? Bent u dat vergeten? Jesus, did you forget? Jezus, bent u vergeten? Like, let's move on to something else. Jesus, when are you going to establish Israel? Laten we het nu over iets anders hebben. Jezus, wanneer gaat u Israël vestigen? Let's get into the theological stuff, man. Laten we het even over de theologie gaan hebben. Come, Jesus. Kom, Heer Jezus. Are we going to? Are you? Show me. Are you going to? When are you going to establish Israel? Laat eens zien. Wanneer gaat u nou Israël vestigen? He's like, hey. Hij zegt, hey. It's not up to you. Dat is niet aan jullie. What does it matter? Wat he maakt says, het uit? It's not for you. Hij zegt, het komt u niet toe. And he focuses them. En dan richt hij ze back. Weer op hetgeen wat belangrijk is. He says, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Hij zegt, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. And before they could say, yo, but Jesus, en voordat ze weer konden zeggen, Jezus, jammer, werd hij voor hun ogen opgenomen in de hemel. En like, oké. Okay. What's the last thing Jesus said to wat me? Wat is het laatste wat Jezus tegen me gezegd heeft? You will receive power when the Holy Spirit comes. Je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. And then what happens? En wat gebeurt er dan? Jesus goes, and these guys are like. Jezus gaat en deze mensen. So I'm imagining that happening. I'll be like, hey Jesus, when are you going to establish the kingdom? I think I'm going to go in this great deep conversation with him. He tells me, hey man, don't worry about that. You'll receive power when the Holy Spirit comes upon you. And there he goes. En ik stel me zo voor dat moment. Oké, Jezus is er nog. Ik ga hem van al dat soort vragen stellen. Maar Jezus zegt, nee, je zult kracht ontvangen. En dan gaat hij. Before their eyes. And a cloud took them from their sight. And these disciples, obviously, they're standing like this. Voor hun ogen nam de wolk Jezus uit hun zicht weg. En natuurlijk staan ze nog zo. So they like. See power in our spirit that's in our mind. Maar het blijft nog like, in gedachten. Before they can think, geest, okay, that just happened. Voordat ze kunnen denken, oké, nou dat is gebeurd. Suddenly. Plotseling. Two men stood there. Stonden daar twee mannen. Suddenly they were dressed in white. They stood beside them and they said, men of Galilee. Plotseling twee mannen in wit gekleed en ze zeiden, mannen van Galilea. Why do you stand here looking to the sky? Waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? I'll be like. Ik zou denken, ja. What do you? I'm like. In front of my eyes, he's just gone in a cloud. Zojuist voor mijn ogen ging verdwenen in een wolk. You would think the angels are going to give them some time to look. Je zou denken dat de engelen hun wat tijd geven om te kijken. Yeah. No, ja, the angels immediately like, hey. Maar nee, meteen zeiden de engelen. What are you looking at? Waar kijk je nou naar? He's like, he'll come back the same way he is gone. Hij zal op dezelfde manier terugkomen als dat hij gegaan is. Dat is het. God doesn't like the sideshow to what he really wants to do. God houdt niet van de bijzaken en de show en de zijkant van datgene wat hij echt wil doen. God doesn't like that. God houdt er niet van. He's like, hey, you receive power when my spirit comes upon you. That's what you need to focus on. Hij zei, je zult kracht ontvangen als de geest over je komt en daar moet je aan vasthouden. You have a mission. Je hebt een missie. Stop looking in the sky. Hou op met naar de hemel te kijken. Go. Ga. It's something. Dat is iets. Go. Ga. And they left was, okay, now what? En ze gingen en ze dachten, okay, maar nu? It's like, the last thing Jesus said, you will receive power and Holy Spirit. Let's start there. Let's go from the cloud that went up. What did Jesus say? You'll receive power. What did he say ze before? Ze dachten weer even terug. Oké, Jezus ging omhoog in die wolk. Daarvoor zei hij, naar de geest. En ze hebben het erover, wat heeft Jezus nou eigenlijk ook alweer gezegd? And then, okay, let's go to the upper room and let's go away. En toen besloten ze, oké, laten we naar die bovenkamer gaan en daar gaan wachten. And this is like today. En dat is net als vandaag. They decided today we've just seen Jesus go up. Ze besloten vandaag, we hebben Jezus omhoog zien gaan. And now they go pray. En nu gaan ze bidden. They're not praying, oh God, please reveal to me when you're going to establish Israel. Ze bidden niet, oh Heer, openbaar ons wanneer u Israël gaat vestigen. Oh God, what did you mean in Leviticus 5? Heer, wat bedoelde u nou precies in Leviticus 5? Oh Jesus. Heer Jezus. Why did you choose Corinth? Waarom heeft u Korinthe gekozen? Oh God. Oh Heer. Reveal that to me.
Openbaar dat aan mij. You know what they did? Weet je wat ze deden? They went to pray and wait. Ze gingen om te bidden en te wachten. Have you waited for a baptism in the Holy Spirit? Heb jij zelf wel eens gewacht voor de doop van de Heilige Geest? Have you waited? Heb je gewacht? Have you seen why Jesus is saying he needs to go? En heb je gezien, waarom, heb je ingezien waarom Jezus zegt dat hij moet gaan? And here it comes. Maar hier komt het. Not Corinthians, but Ephesians. Niet in Korinthe, maar in Efeze. Look, I love Bible history with a passion, okay? I'm just making a little joke to say that's not our main focus as a Christian. There's nothing deeper. There's nothing greater. There's no greater wisdom. There's no greater purpose. There's no greater action than the baptism of the Holy Spirit. There's nothing else to preach about. There's nothing else to say, because that's going to activate you and you're going to reach the thousands and the millions. There's going to be healing. There's going to be deliverance. There's going to be salvation. And the kingdom of God is going to be established. And when Jesus comes back, we're going to go to heaven. And all the people that you've brought in the kingdom will give you applause and say thank you. Okay, ik ga proberen samen te vatten. Maar ik wil even duidelijk zeggen ik hou van de Bijbel en de geschiedenis en de diepte daarin. Maar er is niets belangrijkers, niets mooier dan die vervulling van de Heilige Geest. Dat je je opdracht kan uitvoeren, wat Jezus samen naar de einde der aarde te gaan. En als je dan je doel bereikt hebt, dan zal er applaus in de hemel zijn. En dan zal je voor eeuwig bij Jezus zijn. Dat is onze missie. Ephesians, this is what it says. And it says, when he ascended on high, he took many captives and gave gifts. En in Efeze staat er, toen hij opsteeg naar de hemelen, nam hij vele gevangenen mee en hij gaf gaven aan de mensen. So look. Maar kijk. When Jesus ascended, toen Jezus omhoog ging, he gave gifts. Gaf hij gaven. Ja? Yeah? So when was that activated? En wanneer werden die dan geactiveerd? Or what gifts did he give? Of welke gaven gaat het hier over? And to whom did he give gifts? En aan wie gaf hij die gaven? You know what's a beautiful thing about scripture? Weet je wat zo mooi is aan de Bijbel? It's like you can't read this and not practice it. Je kan het niet lezen zonder het te doen. It's true. Dat is waar. It's really true. What gift did Jesus give? Welke gave gaf Jezus nou? He's already given us gift of life when hij he rose from the dead. Hij gaf ons al de gave van het leven toen hij opstond uit de dood. Gifts of the Spirit. Maar de gave van de geest, is what he's given us. Dat is wat hij ons gegeven heeft. Oké. Okay. Gifts of the Spirit. De gave van de geest. This is really important, because Jesus only gives us the Holy Spirit a week later. En dit is zo belangrijk, want Jezus geeft die Heilige Geest pas een week later. And he's saying to you, en hij zegt tegen je, I've given you the gifts. Ik heb je de gaven gegeven. I've given you the gifts to accomplish your calling. Ik heb je de gaven gegeven om je roeping te voltooien. You have the gifts. Jij hebt die gaven. But you need the Holy Spirit. Maar je hebt de Heilige Geest nodig. Go and wait for the Holy Spirit. Ga en wacht op de Heilige Geest. So that you can use these gifts. Zodat je die gaven kunt gebruiken. Amen. Amen. That's why we want to pray for impartation today. En daarom willen we vandaag ook bidden voor impartatie. What is impartation? En wat is impartatie? Well, it's just basically the Holy Spirit. In feite is dat de Heilige Geest. That releases a gift like this. When Paul is trying to teach them, he's trying to say, hey, the Holy Spirit left gifts for people. Die zo'n gave vrijzet. Net als dat toen Paulus onderwees, de Heilige Geest geeft gaven aan mensen. And Paul has to teach them and has to say to them, look, you have a gift that comes through the laying on of hands. Don't neglect it. En Paulus moet ze onderwijzen. Luister, je hebt gaven gekregen door handoplegging en laat dat niet liggen. And we have seen, and the testimony is important, right? En getuigenissen zijn belangrijk, toch? It's because there needs to be testimony to a ministry, otherwise the ministry is probably not real. Want er moeten getuigenissen komen uit een bediening, want anders is die bediening er waarschijnlijk niet. I always use a couple of testimony, and that's for a reason. Ik gebruik altijd een paar getuigenissen en daar heb ik een reden voor. And I love to use Sosten, our pastor in South Africa. En ik heb het graag over Sosten, die de pastor is in Zuid-Afrika.
When the Holy Spirit filled him, toen de Heilige Geest hem vulde, he had a one-on-one encounter with Jesus, literally. Had hij letterlijk een één-op-één ontmoeting met Jezus. That his eyes were burning. Zozeer dat zijn ogen ervan gingen and branden. It was red. En hij was, dat was helemaal rood. And he couldn't eat. En hij kon daardoor niet eten. And as soon as we were there on the farm that time. En we waren toen in die tijd op de boerderij. And the Holy Spirit started manifesting in the meetings he was. En de Heilige Geest begon te manifesteren in de bijeenkomsten die hij toen hield. Healing started happening. Er kwamen genezingen. Demons started being cast out. Demonen werden uitgedreven. And that's anointing. En dat is zalving. That's when the Holy Spirit comes. That's the baptism in the Spirit. Als de Heilige Geest komt, dan is dat die doop in de Heilige Geest. And I believe as a Christian we have desire that these things happen. En ik geloof als christen dan verlangen we naar die dingen dat ze zullen gebeuren. And if you're not, so a lot of time we're using our gift without the anointing. It brings a lot of frustration. En vaak proberen we onze gaven te gebruiken zonder zalving en dat brengt alleen maar frustratie. We need the anointing. Maar we hebben die zalving nodig. It's something beautiful. Dat is zoiets moois. And you can get that in two ways. You can receive that in prayer. En je kunt dat op twee manieren ontvangen in gebed. From God, just the Spirit, He can baptize you. Van God zelf, gewoon door zijn geest, hij kan jou dopen waar je ook bent. And the other part is by the laying on of hands. En de andere manier is door handoplegging. So there's no, if you don't understand laying on of hands. En als je dat nog niet helemaal begrijpt, handoplegging. Then I want to encourage you read your Bible. Dan wil ik je aanmoedigen om dat in de Bijbel op te zoeken. In more traditional church with these things, I know there's teaching, don't lay, you know, it's so out of context also. En in meer traditionele kerken wordt er soms onderwezen, doe dat niet te snel, maar dat is zo buiten context om niet de handen op te leggen. That is talking about putting leadership in place. Want in dat Bijbelgedeelte gaat het over het aanstellen van leiderschap. We're talking about the baptism in the Spirit. Maar we hebben het over de doop in de geest. Good. So we're going to pray. We gaan bidden. And we're going to ask Holy Spirit. En we gaan de Heilige Geest vragen. This is so exciting. En dit is zo opwindend. If I look to the fruit in a very short time in Ashni's life, or and you know, if you feel, why do you always mention them? Well, I'll tell you why, because I see them very closely every day of my life. En als ik kijk naar de vruchten van iemand die is aangeraakt, bijvoorbeeld Ashni, en dan vraag je misschien af, waarom noem je die mensen zo vaak? Maar dit zijn mensen waar ik dagelijks mee omga. So I see where they come from and what God has been doing in them and how they love that and practice that every day. En mensen waarvan ik kan zien waar ze vandaan zijn gekomen, maar hoe ze hun geloof ook uitleven en dat elke dag opnieuw beoefenen. And besides, she's younger than all of you. En verder is zij gewoon de jongste. So that's a good thing to say. Hey, if she can do it, I can also. Dus van de jonge persoon kan je zeggen, als zij het kan, dan kan ik het ook. Thank you, Jesus. And Dankie, you know, when she was praying in Malawi. En Dankie, toen ze aan het bidden was in Malawi. So the fruit that comes from a baptism in the Spirit. En de vruchten die komen van een doop in de geest. It's something I desire for everyone in church to have. Dat is iets wat ik verlang voor iedereen in de gemeente. And it goes way more than just telling someone the gospel. En dat gaat nog veel verder dan iemand alleen maar het goede nieuws vertellen. If you tell a preacher gospel without anointing, some people will be hearing it and some people will be saved. Als je het evangelie vertelt zonder zalving, sommige mensen zullen het horen, zullen het aannemen en gered worden. But if you do it with anointing, maar als je het doet met zalving, tens of thousands of people are going to hear the gospel and tens of thousands of people are going to be saved. Dan zullen tienduizenden mensen het evangelie horen en tienduizenden gered worden. 2.5 years after impartation, 2.5 jaar na mijn impartatie, we have seen over 1,000 of healing. Hebben we al meer dan 1,000 genezingen gezien. We have seen a lot of salvation. We hebben ook heel veel redding gezien. We have some count somewhere. We've seen people imparted. We've seen a lot. En we proberen dit nu ook bij te houden en te tellen. En we hebben gezien hoe mensen de Heilige Geest, de doop in de geest ontvingen. And why I say that? En waarom ik dat zeg? Is each one of us should be functioning in that way. Is dat een ieder van ons zou moeten functioneren op die manier? And that comes through anointing. En dat kan alleen maar met die zalving. Ja. Yeah. Good. Goed. Who is longing for, you know, you can say, I have this Holy Spirit already. That's you, it's okay. En als jij zegt,
joh, ik heb de Heilige Geest al, dan is het oké. I don't need more. Ik heb niet meer nodig. I don't have another message that can convince you to say that in the Bible there's more than one baptism in the Spirit. I've done my best. Dan heb ik niet nog een andere boodschap this achter de hand waarmee ik kan uitleggen dat er in de Bijbel staat dat je meer dan één doop in de geest nodig hebt. Dit is so het beste wat ik heb. I'm sorry, you can't talk to me afterwards, I have nothing better. This dus helaas, je kan niet na afloop met me hierover praten, want dit is het beste wat ik heb. So, if we want baptism in the Holy Spirit. Dus als we verlangen naar een doop in de geest. To do the things that Jesus has done. Om de dingen te doen die Jezus heeft gedaan. And even greater things. En nog grotere dingen. God is calling you as a church and is calling this generation. God roept jou als kerk en hij roept deze generatie. To accomplish some very great things in his name. Om een aantal geweldige dingen in zijn naam te bereiken. Oh man. You don't have time for it all when you're filled with the Spirit. You're praying for people. Als je gevuld bent met de Heilige Geest, dan heb je geen tijd om te roddelen, want dan ben je voor mensen aan het bidden. The church becomes a lovely, safe place. En de kerk wordt dan een lieflijke, veilige plaats. You start loving each other. Je begint van elkaar te houden. Ja. You don't have time. You're like, hey, look, souls need to be saved. What are we gonna do to save the souls? Dan heb je geen tijd voor die dingen, want je zegt, hey, er zijn zielen om gered te worden. Wat gaan we doen eraan dat die zielen gered worden? It's true. Dat is waar. We need to pay off our building. We come in unity and we pray for that. We horen ons gebouw nog af te betalen en dan komen we in eenheid bij elkaar om daarvoor te bidden. We have time to go house to house, people to people and stuff like that. Dan hebben we geen tijd ervoor om van huis naar huis te gaan en te praten met mensen. Okay, guys. I've said enough. Ik heb genoeg gezegd. Thank you, Jesus. Dank u, Heer Jezus. There is a maturity. Er is een volwassenheid that God wants to bring to you. Die God jou wil brengen. What God will release today is a praise and worship that will destroy the works of the devil even before they come to you. Wat God vandaag wil vrijzetten is een lofprijs en aanbidding die de vijand zal verslinden nog voordat ze bij je kunnen komen. Thank you, Jesus. Dank u, Heer Jezus. Thank you, Holy Spirit. Dank u, Heilige Geest. God, I pray that you stretch down with your hand of healing. Heer, ik bid dat u uw arm van genezing uitstrekt. That you would come in this house with great signs and wonders. En dat u in dit huis komt met geweldige tekenen en wonderen. And there would be deliverance. Dat er bevrijding is. There will be power released. En dat de kracht wordt vrijgezet. And that the spirit of fear of man will be cast back into hell. En dat die geest van mensenvrees teruggezonden zal worden naar de hel. Fear of man, that is honoring man. Angst voor mensen, dat is dat je mensen eert. But giving honor to a person because the spirit of God is in him, that's different. En mensenverering is iets anders dan dat je de geest van God eert in een andere persoon. It's if you have fear of man above the will of God, that is people honoring. That's people worship. Mensenvrees is dat als je is dat je mensen vereert boven de wil van God. Something, huh? Dat is nogal iets. Let's make it a nice ascension day. Maar laten we er een mooie hemelvaartsdag van maken. And let's expect something right now. En laten we op dit moment iets verwachten. God wants to touch your heart and he wants to release a fire inside of you. Want de Heer wil je hart aanraken en hij wil een vuur in jou vrijzetten. And he wants to set a worship inside of you. En hij wil een aanbidding in jou vrijzetten. That comes from knowing him. Die voortvloeit uit het kennen van hem. Oh, Holy Spirit, I love you, Jesus. Heilige Geest, ik hou van u, Jezus. God, I worship you. En Heer, ik aanbid u. And I pray that you would fill hearts. En ik bid dat u harten zult vullen. God, and minds that are unstable. En gedachten, Heer, die niet stabiel zijn. Because you, denken. God, you have said, peace be to you. Heer, u heeft gezegd, vrede zij u. So I pray that you would release that peace inside of us today. Dus bid zo dat u die vrede zult vrijzetten in ons vandaag. That we might know you, Jesus. Dat we u zullen kennen, Heer Jezus. God, I pray that your grace would touch everyone. En Heer, ik bid dat u genade en ieder zal aanraken. And actually, Lord, I pray our greatest desire. En Heer, ik bid ons grootst verlangen. That we would be a praying church. Is dat we een biddende kerk zullen zijn. In love with you, Jesus. Verliefd op u, Heer Jezus. Because you can't pray if you're not in love with Jesus. Want je kunt niet bidden als je niet verliefd bent op Jezus. Then prayer is boring. Dan is gebed saai. That's true. Dat is echt zo. I used to hate praying, man. So. Ik
ik haat eerst Before dat, I knew Jesus, I grew voordat ik Jezus kende. I grew up in a Dutch Reformed Church. Ik was opgegroeid in een Nederlands gereformeerde kerk. I wish prayer started with amen. Toen wenste ik dat gebed begon met amen. So that I could just be out of there. Zodat ik gewoon weg kon zijn daar. Oh, we love you, Jesus. We houden van u, Heer Jezus. Your spirit comes, everything changes. Als uw geest komt, verandert alles. And we love you, Lord. En we houden van u, Heer. I just pray, God, that you would touch our hearts. Ik bid, Heer, dat u onze harten zult aanraken. And as in the Bible. En net als in de Bijbel. As in your word. Als in uw woord. Why am I asking it to be out of grace? Waarom ik vraag dat het uit genade zal zijn? Is because normally people they have to wait for a baptism. God, I know people who for weeks every night go to a meeting to receive a baptism in the Spirit. En vaak is het zo dat mensen moeten wachten op die doop. En Heer, ik heb mensen die wekenlang naar bijeenkomsten gingen om daar die doop te ontvangen. 15 years one person. Eén persoon wel 15 jaar lang. So teach us to wait upon you. God, it's not enough for us to read about Holy Spirit. It's not enough for us to say, okay, we now know what Holy Spirit is doing. Dus Heere, leer ons om op u te wachten. Want het is niet genoeg dat we alleen maar over de Heilige Geest lezen of weten wat hij doet. And we cry to you. We roepen het uit naar u. We ask Jesus. En we vragen, Heer Jezus. We have not waited very long, but would you have grace upon us and come with your Spirit? We hebben nog niet eens zo lang gewacht, maar wilt u genade voor ons hebben en komen met uw geest? That you would give us faith. Dat u ons geloof geeft. And patience. En geduld. And peace. En vrede. To wait upon you. Om op u te wachten. Before we run to man. Voordat we naar mensen rennen. God, I pray you would give us the ability to hear from you instead of trying to seek counsel from everyone else. Heer, ik bid dat u het vermogen geeft om van u te horen, zodat we niet maar steeds voor raad naar anderen moeten gaan. God, I pray for a gift of prophecy. Heer, ik bid voor een gave van profetie. To be released in this house. Dat die wordt vrijgezet in dit huis. I pray for a gift of prophecy. Ik bid voor een gave van profetie. In Jesus' name. In Jezus naam. God, I pray that you would send angels. Heer, ik bid dat u engelen stuurt. To minister with us. Om met ons te bedienen. Ministering angels, healing angels, deliverance. Dienende engelen met genezing en met bevrijding. God, and I pray that these gifts that you have given us today. En Heer, ik bid dat die gaven die u ons vandaag heeft gegeven. We know that the real Pentecost has already been. We weten dat de werkelijke Pinksterdag al heeft is plaatsgevonden. So we want to take these gifts that you have given us and we ask that you would pour out your anointing on these gifts. Dus we willen deze gaven nemen die u ons gegeven heeft en we vragen, Heer, stort uw zalving uit op die gaven. We love you, Jesus. We houden van u, Heer Jezus. God, pray that you would start through this anointing changing the atmosphere around ourselves. Heer, ik bid dat door die zalving dat de atmosfeer rondom onszelf zal veranderen. We know in the world we will have persecution and trouble. We weten dat in de wereld verdrukking en moeite is. But in you we will have peace. Maar in u zullen we vrede hebben. God, even 10,000 fall next to me or 10,000 on my other side. God, I will not be afraid. I will be in peace. Heer, al vallen er 10,000 links van me en rechts van me. Ik zal niet bang zijn. Ik zal in vrede zijn. And God will speak to you. En God zal tot je spreken. If you would listen. Als je luistert. And he would answer you. En hij zal je antwoorden. God, we love you, Jesus. Heer, we houden van u, Jezus. Come, Holy Spirit. Kom, Heilige Geest. And this love of the communion that we took this morning. En deze liefde in het avondmaal wat we vanochtend hebben genomen. There's someone here going through a tough time and God wants to tell you in this moment that you took communion. That's his love for you. Er is hier iemand die door een hele moeilijke tijd gaat, maar dat moment dat je dat avondmaal tot je nam, dat je he wants daarmee you wil to remember. God, dat je onthoudt dat hij van je houdt. He gave his life to you. Dat hij zijn leven voor je gaf. And you don't have to do this alone. En je hoeft het niet alleen te doen. Thank you, Jesus. Dank u, Heer Jezus. We love you, God. We houden van u, Heer. We love you, Holy Spirit. We houden van u, Heilige Geest. We honor you, Holy Spirit. We eren u, Heilige Geest. We recognize that you are God. We erkennen dat u God bent. Jesus, Son of God. Jezus, Zoon van God. Oh, yes, thank you, Jesus. Adonai. Dank u, Jezus. Adonai. Thank you, Adonai, for sending your son and your spirit to us. Dank u, Adonai, dat u uw zoon en uw geest stuurde voor ons. Oh, may we get to know Father heart.
Mogen we uw vaderhart leren kennen. That we will not have a spirit of orphan. I bind the spirit of orphan in Jesus' name. Dat we geen weesgeest hebben en ik bind die geest in Jezus naam. But that you will have a spirit of sonship. Maar dat je daughtership. De geest van het zoonschap en dochterschap zult and hebben. And belonging. En dat je thuis hoort. God loves you. God houdt van je. Jesus loves you. Jezus houdt van je. And I just want to say if I can believe in you. En ik wil gewoon zeggen als ik in je kan geloven. God is ten unlimited time more believing. Hoeveel te meer zal God niet in jou geloven? Is there a stirring inside of you? Is daar die drang binnen in jou? When you go to bed or wake up, you God, there's something. Dat je naar bed gaat of dat je wakker wordt en zegt, Heere, er there's is something. Iets. Er is iets. There's something I'm going to accomplish in your name. Er is iets wat ik mag bereiken in uw naam. And that sense of something big. En dat die, dat je dat ervaart, dat er iets groters is. Is all, yeah, it's all over in you. And that is the sense of the great harvest that God wants to bring in. And he wants to use you. And he wants to prepare you to bring in this harvest. Dat is dat de ervaring van de grote oogst die God wil brengen. En dat hij jou wil gebruiken om die oogst binnen te halen. God is planting a seed inside of you. God plant een zaadje binnen in je. That's giving you a feeling of accomplishing anything. Dat jou het gevoel geeft dat je alles kunt bereiken. And by this all things are possible. En dat hierdoor alle dingen mogelijk zijn. You will cross into territories and nations where you never thought you would once go. Je zult in territoriums binnentreden en landen waar je nooit van had gedacht dat je daar zou gaan. You would start, oh man, you would go out with a song of praise. En je zult uitgaan met een zong, met een lied van aanbidding. To destroy the devil's works. Om het werk van de duivel te vernietigen. That's who you will become through this seed. Dat is wie jij zult worden door dit zaadje. And we're moving into a season where we won't just have broken people coming in all the time. En we gaan een seizoen binnen waar we niet alleen maar de hele tijd gebroken mensen zullen zijn. Where the church is just full of pain and hurt and broken people. Waar de kerk alleen maar vol is van pijn en verdriet en gebroken mensen. There's space for that. Daar is ruimte voor. But God is turning his bride into a pillar of strength. Maar God verandert zijn bruid in een pilaar van kracht. This is a preparation, an awakening of the bride into her true form. En dit is een voorbereiding en een ontwaken van de bruid hoe zij werkelijk is. It's an anointing. Een zalving. That you need. Die je nodig hebt. For when Jesus comes back. Voor als Jezus terugkomt. And it's an anointing that the world needs. En een zalving die de wereld nodig heeft. Open your heart. Stel je hart open. Open, you know what? Just say, God, I don't care what it looks like. Zeg maar, Heer, het maakt me niet uit hoe het eruit ziet. Even if it looks like nothing. Zelfs als het als niets eruit ziet. As long as you anoint me today. Zolang u mij maar zalft vandaag. God, I don't care what it looks like. Heer, het maakt me niet uit hoe dat eruit ziet. As long as you do something in and through me. Zolang u maar iets doet in mij en door mij heen. God, I don't care what it looks like. Heer, het maakt me niet uit hoe het eruit ziet. As long as you would use me. Zolang u mij maar gebruikt. And just cry out in your heart. En roep het zo uit in je hart. And in your soul. En in je ziel. Say, God, I've come to church today to receive something. Zeg, Heer, ik ben naar de kerk gekomen vandaag om iets te ontvangen. Don't let disappointment rob you. I'm telling you, if you have an attitude of disappointment, that robs the anointing from you. En laat teleurstelling niets van je roven. Want als je die houding blijft hebben van teleurstelling, dan kan het geroofd come worden. Holy Spirit. Kom, Heilige okay, Geest. You can come forward if you want prayer. We're going to end of the service. Je mag naar voren komen als je gebed wil ontvangen. We gaan de dienst afsluiten. With prayer. Met gebed. And laying on of hands. En met handoplegging. And this is something real. Only come forward. Don't just come forward. En dit is iets echt. Kom naar voren, maar kom niet zomaar naar voren. Don't just come forward. Kom niet alleen maar naar voren. Only come forward. Maar kom pas naar voren. If this is your greatest desire. Als dit je grootste verlangen is. Thank you, Jesus. Dank u, thank Heer Jezus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Heilige Jesus. Geest. Dank u, Heer Jezus. Only when this is your greatest desire. Alleen come als forward. Dit je grootste verlangen is, kom dan naar voren. Oh God, we love you. Heere, we houden van u. One testimony, Tuesday night, God, he said to me, say someone needs to open their wallet. There's someone who needs financial blessing.
Tell them to open their wallet. En afgelopen dinsdagavond zei God tegen mij, er is iemand die een financiële doorbraak en een zegen nodig heeft. Zeg dat die persoon zijn portemonnee moet openmaken. And someone opened their wallet and they saw nothing. And this is important because I'm not going to say that. But anyway, they were not disappointed. Iemand deed dat toen en op dat moment zagen ze niets. Maar dit is een belangrijk getuigenis, omdat die persoon is uiteindelijk niet teleurgesteld. When he got home, he looked on his bank account. Someone paid him 100 euro on that moment or yesterday. Toen hij thuis kwam, leek er dat iemand op dat moment 100 euro op zijn bankrekening had gezet. Isn't that something? Is dat niet mooi? God works electronically as well. God werkt ook door elektronica heen. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. So when we say open up your wallet, open up your Bible app also. Ach, your Bible app. Holy, hè? Banking app. Dus als ik zeg, doe je portemonnee open, denk dan ook aan je bankier-app. Hoe noem je dat? I'm not coming down until Holy Spirit is not moving south. Maar ik ga niet verder totdat de Heilige Geest Thank beweegt. You, Holy Spirit. Dank Thank u, Heilige Jesus. Geest. Thank you, Jesus. Some of you today. Sommigen van jullie vandaag will receive gifts, zullen gaven ontvangen and an activation and gifts. En een activeren van gaven. It's up to God, it's not up to us. Maar dat is aan God en dat is niet aan ons. Wij weten dat niet. We don't know what gift. Maybe when God reveals it, we know. But we can't pray and say, you will receive that. God needs to say, you are receiving that. Misschien dat God iets zal openbaren, maar tenzij hij dat doet, dan kunnen we niet bidden en zeggen, jij zult dit ontvangen of jij zult dat ontvangen. So, have a desire for the gift you want. Dus heb een verlangen voor de gave waar je naar verlangt. But say to God, maar zeg tegen God, whatever you want. Wat u ook maar wil. And anointing doesn't have to be manifestation. En zalving hoeft zich niet te laten zien in manifestaties. But it can. Maar het kan wel. It can. Dat kan. We've just seen the stronger the manifestation, the stronger the anointing. En we hebben gezien wel hoe sterker de manifestatie, hoe sterker de zalving. But we also seen if you fake it. Maar we hebben ook gezien dat als je doet alsof. You won't make it. Dan haal je het niet. Okay? It's true. Dat is echt zo. It's true. Thank you, Jesus. Dank u, Heer Jezus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Kom, Heilige Geest. You are free today. En je bent vrij vandaag. You are free. U bent vrij. U bent vrij om te bewegen, Heer. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come, Holy Spirit. Yes, God. Amara sedora maraboto soder. Haragatora shedara masonder. Harna marabosodera matera masoder. Bakarato sindera masoder. Poretara namarando sudera paranon de sider. Porendara nata sedra. And I want you to stand here, not just for yourself. And stay here, not only for yourself. But for the millions and millions of souls that don't know Jesus Christ. Maar voor die miljoenen en miljoenen zielen die Jezus Christus nog niet kennen. You are a farmer. Want jij bent als een boer. You need some tools. En je hebt gereedschap nodig. And God has some tools. En God heeft dat gereedschap. He's giving it for free. En hij geeft dat om niet. Thank you, Jesus. Dank u, Heer Jezus. Thank you, Holy Spirit. Dank u, Heilige Geest. Yes, God, we love you. Ja, we love you. We love you. We houden God, van pray u. For more power. Heer, ik bid dat er meer kracht vrijkomt. More power, God. Meer kracht, Heer. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, that we would get to know you. Heilige Geest, dat we u leren kennen. God always walks a road with you. Want de Heer bewandelt altijd een weg met je. But there's also a now moment. Maar er is ook een nu moment. Where the power of God puts in a new heart and a new spirit. Waarbij de kracht van God een nieuw hart en een nieuwe geest in je plant. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Thank you, Jesus. Dank u. Thank you, Jesus. Oh, Jesus, God's changing the atmosphere in this house. Heer, begin de atmosfeer in dit huis te veranderen. And he's already changed the atmosphere in this city. En u heeft het al veranderd hier in de stad. In the last couple of weeks, in the last 2 years, the gospel has been heard more in the city since the time of the Herrenhutters.
In de laatste paar weken is het evangelie in deze stad meer gehoord dan nog in de tijd van de Hernhutters. It's even got on the news. Dat is zelfs in het nieuws gekomen. What God is starting to do in IJsselstein. Datgene wat God probeert te doen in IJsselstein. Let's be proud of our city. Laten we trots zijn op onze stad. Let's be proud of this place. En laten we trots zijn op deze Let's plaats. Let's love IJsselstein en Nieuwegein en Lopik en Lopikerkapel en Vianen the same as what God loves it. Laten we IJsselstein en Lopik en Lopikerkapel Vianen lief hebben zoals God dat lief heeft. Thank you Jesus. Dank u Jezus. Come Holy Spirit. Kom Heilige Geest. We love you God. We houden van u. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. House of God, worship. House of God, worship. Huis van God, aanbid hem. House of God, call, cry out to God, cry out to Jesus. Huis van God, roep het uit naar God, roep het uit naar Jezus. And He will give you the Holy Spirit to a measure that you have not seen before. En Hij zal je de Heilige Geest geven in een mate die je nog niet eerder hebt gezien. Because it's His will that will be done. Ja, want het is Zijn wil wat gedaan zal worden. Meer, Heren. Worship house of God. Aanbid hem, huis van God. En pray. Bid. Call out to God. Roep het uit naar God. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, and it's this moment that I feel that the love that God has for you. And it starts overflowing in me. And I hope it starts touching you because God loves you with a deeper love than you would ever know. He loves you. En He ik loves voel you. Zo die liefde die God voor je heeft. Het begint te overstromen. En ik bid dat je dat zult ontvangen. Hoeveel Hij je lief heeft. Oh Hij houdt van je. Hij yes, houdt van je. Increase this love, God. Increase your love over your children, Lord. Giet uw liefde over uw kinderen uit, Heer. Oh Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Yeshua. Yeshua. Oh, Mama Sidera Baramonde Sudera Mataramondara Sudera. Oh, Garama Sidera Baramonde Sudera Baramonde. Thank you, Jesus. God knows you personally. God wil persoonlijk zijn. He knows you personally. Hij kent je persoonlijk. He knows your heart. Hij kent je hart. He knows what you want and He knows what you need. Hij weet wat je wil en wat je nodig hebt. He says, if you ask according to my will, I will give you what you ask. En Hij zegt, als je vraagt naar mijn wil, dan zal ik je geven wat je vraagt. Ask according to His will and you will receive anything. Vraag naar Zijn wil en je zult het allemaal ontvangen. Ask in the name of Jesus. Vraag in de naam van Jezus. Oh God, I pray for healing gifts. Heer, ik bid voor gaven van genezing. To be released, Lord. Dat die worden vrijgezet, Heer. God, I pray for healing gifts to be released. Heer, ik bid voor gaven van genezing die worden vrijgezet. God, I pray for apostolic gifts to be released. En voor apostolische gaven. And we pray for a gift of deliverance. En Heer, we bidden voor de gaven van bevrijding. That we would raise up shepherds, pastors from this house. Dat u herders en pastors uit dit huis doet opstaan. And the gift of evangelism. En de gaven van evangelisatie. And this prayer that I've just prayed has, as I'm speaking, that's flown over to our children in the children's room. En dit gebed, terwijl we het bidden, is overgegaan naar de kinderen in de kinderruimte. And our children will inherit a double portion. En onze kinderen zullen dit erven. And the children are going to start speaking faith before the parents. En de kinderen zullen geloof uitspreken naar hun ouders toe. The children will start speaking faith to their parents. Kinderen zullen geloof uitspreken naar hun ouders toe. And the will of God will be done. En de wil van God wordt gedaan. Marakera baramonde sedara maramonde ra baramoshura
Oh, Jesus. Jesus, come, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. What are you doing, Lord? What are you doing, Lord? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. You need to know. Je moet weten. You need to know this. It's God's desire and His will to give you the Holy Spirit. Dat het God verlangen is en zijn wil om je de Heilige Geest te geven. In a baptism in the Holy Spirit. In de doop van de Heilige Geest. You don't have to work for it. Je hoeft daar niet voor te werken. He wants to baptize you in His Spirit. Hij wil je dopen in zijn geest. Receive. Ontvang het. It's receiving. Het gaat om ontvangen. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Thank you, Holy Spirit. Dank come, Holy Spirit. Geest. More, Lord. Kom, Heilige Geest. More, meer, Lord. Meer, more, Heer. Lord. Meer, Heer. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Thank you, Jesus. Dank fill u, Jezus. Your daughters, Lord. Vul uw dochters, Heer. Oh, thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Thank you, Jesus. Dank thank u, Heer. Lord. Dank u, Heer. Yes, Lord. Ja, we love you, God. We houden van u, God. I love you, Jesus. Ik hou van u, Heer Jezus. Oh, thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Thank you, Jesus. Dank u, Heer Jezus. More, Lord. Meer, Heer. More, God. Meer, God. We pray for more, Jesus. Heer, we bidden voor meer, Heer Jezus. Hier in de Rabakatoros, onder je tek, God is opening up someone's understanding right now for His word and for His spirit. En God is op dit moment bezig om iemands verstand te openen voor zijn woord en voor zijn geest. And he's opening up your mind to receive. En hij opent je verstand om te ontvangen. On the way to Emmaus, that there were two disciples, they were walking, and Jesus had to unlock their mind so that they could understand. Onderweg naar Emmaus waren er twee discipelen aan het wandelen en Jezus moest hun denken als het ware van het slot afhalen, zodat ze konden ontvangen wat hij zei. So this is easy if you know that you have a glitch in your thinking, you have a stronghold in your thinking. Surrender that to God. He's opening it right now. En als je weet dat het om jou gaat, dat je moeite hebt in je denken en je verstand met de dingen van God, ontvang het dan nu op dit moment. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Thank you, Holy Spirit. Dank u, Heilige Geest. Cool. Okay. God, will you come into this house? Holy Heere, wilt Spirit? U in dit huis komen, Heilige Geest? We know that you are present already, Lord. We weten dat u al aanwezig bent. And we know what you've done on the cross for us. En we weten wat u voor ons aan het kruis heeft gedaan. But we need to see it in our lives. Maar we moeten het kunnen zien in ons leven. So I pray, God. Dus ik bid, Heere. For this anointing. Voor die zalving. Anointing is the Holy Spirit inside of you in a greater measure. Want zalving is de Heilige Geest in jou in een grotere mate. It's the resting of the Spirit upon you in a greater measure. En het rusten van de Heilige Geest op je in een grotere mate. Thank you, Jesus. Purify your heart at the moment. Maak je hart klaar. Reinig je hart op dit moment. Forgive. En vergeef. Forgive. Vergeef. Forgive. Vergeef. Forgive who you need to forgive without any buts and this and that. Vergeef wie je moet vergeven zonder enkele maars. Don't give the devil a stronghold. Geef de duivel geen grip. Forgive. Vergeef. Holy Spirit, come. God is so proud of you, church. God is zo trots op je, gemeente. He is so proud of you. Hij is zo trots op je. You're going to become a church that doesn't serve within a schedule, but you serve because you become servants of God.
Je zult een kerk zijn die niet dient wanneer je ingeroosterd bent, maar een kerk die dient omdat je de Heere dient. Thank you, Jesus. Dank u, Heer Jezus. Oh, thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Thank you, Holy Spirit. All right, there's some great power in this house. En er is geweldige kracht in het huis. We're just going to run through. We're not going to pray long because I want to use today to prepare you for next week. En we zullen niet lang bidden, want vandaag is ook een voorbereiding op volgende week. Something's going to happen next week. Want er staat iets te gebeuren volgende week. Something's going to happen and it's going to be a change in atmosphere and it's going to happen. Er staat iets te gebeuren en het zal een verandering brengen in de atmosfeer en het gaat gebeuren.